Yo, yo Buffalo's, vandaag vlog 20 en de eerste video van 2024. Vandaag nemen we het op tegen Club Brugge in de kwartfinale van de Cookie Cup. We starten dus 2024 direct met een belangrijke match. Het zal hem heel spannend worden volgens mij. Maar bon, we zullen wel zien straks. Kaas, Semos, Hulde waarschijnlijk ook. Hopelijk zijn die Semos straks weg. Ik heb ook gezien dat we 100 video's hebben bereikt. Dus dat is ook wel een serieuze mijlpaal. Het zijn niet alleen de voetbalvlogs, maar dus ook de tennisvlogs en de reisvlogs waar dat allemaal mee begonnen is. Dus dat is al iets moois. Daarnaast zijn we 2024 ook begonnen met twee inkomende transfers en één uitgaande transfer. Laten we beginnen met de uitgaande transfer van Fofana. Ja, dat zat wel een beetje aan te komen ook. Een jong Belgisch talent dat zijn opmars aan het maken is. En nu een grotere stap zet naar Lyon. Lyon staat er momenteel niet goed voor in de Franse competitie. Maar ja, ik denk wel als Fofana daar zijn stempel kan zetten, dat het misschien wat beter zal gaan met die ploeg ook. Alleszins Malik, merci voor de mooie momenten dat we beleefd hebben. Vooral dit jaar ook en dit seizoen. Ja, een aantal mooie goals ook die ik ook op camera heb kunnen filmen. Merci. En Malik, als je dit ziet, je gaat het vers schoppen, dat weet ik zeker. En hopelijk tot snel bij de Rode Duivels misschien. Je zit al zo'n jong talent en een talent dat in Gent is begonnen. En we zullen altijd achter u staan. Blauw het zit in uw hart en dat weet u ook. Dus veel succes bij Lyon en je gaat dat goed doen. Daarnaast hebben we ook twee inkomende transfers. Sorry. Eerst gaan we beginnen met de nieuwe doelman ook, Schmidt, Japaner ook. Die overkomt van Sint-Truiden. Ja, is toch wel een keeper die normaal gezien die zou moeten vervangen. Ja, we zullen wel zien, ik denk wel dat het een redelijk goede keeper is. En daarnaast hebben we ook nog een andere Japaner gekocht, Yokota. Die komt over van een Poolse ploeg, ik ga de naam niet noemen, want een beetje moeilijk van de ploeg. Ja, ik denk ook wel een redelijke goede speler. Hij speelt middenveld, dus ik denk dat het wel een goede versterking zal zijn. Ook voor misschien op 10 te spelen. Dat zullen we nog wel zien, want daar missen we toch wel wat spelers ook op dit moment. Gelijk Hong bijvoorbeeld. Dus hopelijk kan hij zijn stempel ook zetten, Yokota. Maar goed, genoeg gebabbeld nu. Laten we zeggen dat we naar uitkijken naar de match straks. En dan nu naar de matroos gaan. Ik heb ook wel dikke kleren aan. Ik heb twee truien aan. Twee paar sokken. En nog een keer de vest erboven. Dus ik zou het niet hebben hopelijk. En we gaan nu naar de matroos gaan hasten. Dus veel plezier bij de video, veel plezier in het stadion en we gaan ons laten horen. Kom op, Blauw Uit! Joe! Ja, voilà, het is trouwens ook aan het vriezen, dus we gaan ons even opwarmen in de matroos. Dus, Ja, dat gaat niet goed komen bij ons staan. Laai, Rini, laai! Nummer 24, Ryan! En onze captain van avond, nummer 24, Sven! Ja! Buffalo!
Ik wil iets aan het tussen doen, maar... Nee, het zou buur het zijn, dat stinkt. Ja, ja, stinkt het. Super. Hé, hey, zijn een keer iets gedaan met de flasjes? Ik heb ze vast niet meer kunnen filmen. Ik zou die niet wegbrengen, dat zijn de banken. Ja, ja. Dat kan niet. Niels
is de stof waarover te leren. Ha ha ha!
Oud. Kom ik naar je toe, je zei eten kan als je de afwas doet. Mensen lachen me toen het moeilijk doet. Geef ze een kans voor ze stom aan doen. De middenstand in je land. Eten dan nooit te komen. Ja, ik ben afwezen. Vaak in de dromen. Sterren komen, sterren gaan. Alleen nog is wel bestaan. Ja, ik ben afwezen. Vaak in de
zo'n kansen. Oh, nee. Voilà, we zijn terug thuis. 0-1 verloren. Ik kan niet te veel woorden aan vuil maken. We lijn eruit. Brugge gaat door. Van beide ploegen niet al te denderend voetbal gezien. De efficiëntie telt. Die oude scoort. Wij missen toch wel twee grote kansen met Orban en Sam Wijze. Albel mogen content zijn dat het 0-1 was. Ja, niet dat lag aan de grote kansen dat de ploeg nog had hebben. Maar ja, puur omdat we een aantal spelers missen natuurlijk. Maar dat mag geen excuus zijn. De jeugd heeft toch... Ja, de best nog gedaan, zijn wat minuten kunnen maken, dat is ook goed voor hen. Maar kijk, ja, het is gepasseerd. De komende zon ook wel weer bomvol staan met ja, Brugge supporters waarschijnlijk. Maakt niet uit, we gaan door naar vrijdag. Vrijdag tegen Mechelen, terug in de competitie. Ja, laten we daar ons focus nu vooral op leggen op de competitie en op het Europese voetbal. En ja, we zien nog wel wat het gaat geven, gasten. Moet content zijn dat we de kwartfinale gespeeld hebben en op naar vrijdag. Dus merci om te kijken. En ik zou zeggen, tot vrijdag gasten. Joep.